Hallo, ik ben Desiree Stokkel. Het is 28 mei 2015. Nederland heeft weer een nieuw instituut, IFFC. Dat is een Financieel Crime Fighters Instituut. Dat moet financiële problemen blootleggen en corruptie voorkomen. Het is alleen wel zo dat het bestuur en de Raad van Advies worden gevormd door leden van de Elite Moordenaarsclub in Nederland. Het is dus een instituut opgericht door de dictatorenclub die ten doel heeft om de dictatoren financieel sterker te maken. Bij de Raad van Bestuur werken personen die financieel geschoold zijn, die werken voor een advocatenkantoor. Dat is een internationaal advocatenkantoor dat heel veel contracten regelt en dus ook heel erg veel sjoemelt. En dan zijn die personen, een van die personen is ook nog plaatsvervangend rechter in Arnhem. Dan heb je iemand die werkt bij het VNO-NCW-MKB. En dan heb je nog wat meer mensen, Delewat, de FIOD. Nou, je moet het zelf maar even uitzoeken. En vervolgens moet je al die personen leggen naast de rechtszaak die ik tegen Nederland ben gestart binnen het internationaal strafhof. Die rechtszaak tegen Nederland binnen het ICC is ontstaan doordat de rechtspraak en de advocatenorde politici helpen bij het folteren en vermoorden van burgers. Dus parlement, advocatenorde, rechtspraak regelen dat burgers in Nederland geen rechtszaak mogen starten wegens misdrijven tegen de menselijkheid of oorlogsmisdaden begaan op hun lichaam in Nederland en uitgevoerd door Nederlandse ministers, staatssecretarissen, president, koninklijke familie of lobbyisten. En ik ben daarvan slachtoffer. De afgelopen 8 jaar is er een lobby gebouwd, de Hague Security Delta, dus de Elite Moordenaarsclub. Ik ben nu die hele moordenaarsclub in de gevangenis aan het zetten van het internationaal strafhof, omdat zij mijn lichaam gebruiken om andere mensen te folteren en te vermoorden. Folteren is in Nederland dat je bijvoorbeeld geen salaris krijgt, omdat de elite regelt dat we een bureaucratie hebben zonder diensten. Moorden, dat is wat er nu gebeurt. Mensen die stiekem verdwijnen in de statistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek, die lijken dan een natuurlijke dood te zijn gestorven, maar ze zijn gestorven door wanbeleid, door leugens van politici, door gebrek aan zorg, door geregelde moord waar niemand over mag praten. En dan hebben we nog zoiets als de MH17, dat zijn ook mensen die opzettelijk zijn gedood door die elite moordenaarsclub. En dat allemaal via mijn lichaam, omdat ik dus die rechtszaak ben gestart tegen Nederland binnen het internationaal strafhof. Nou, je snapt het al, die elite dictatorenclub, die heeft financiële vrijheid nodig. En om dat nou te regelen, hebben ze dus een financieel instituut geopend dat de criminaliteit op financieel gebied moet stoppen. Nou, dat gaat dus niet gebeuren. Want een plaatsvervangend rechter die deelneemt in het bestuur van die IFFC, regelt dus via de rechtspraak dat de elite dictatoren niet alleen mensen mogen folteren en doden, maar ook financieel corrupt mogen zijn. Via het VNO-NCW wordt niet alleen moord geregeld, maar wordt ook geregeld welke bedrijven allerlei voordeeltjes mogen hebben, welke bedrijven worden genegeerd tijdens onderzoeken en welke bedrijven moeten opdraaien voor de ellende die de dictatorenclub veroorzaakt. Het IFCC is dus in het leven geroepen om het voor de lobbyisten op de Hague Security Delta, rechtspraak, advocatenorde, KNAW, VNO-NCW, MKB, Centraal Bureau voor de Centraal Planbureau enzovoort mogelijk te maken om financieel te sjoemelen. Dag.